super leuk dat je bent bij deze nieuwe Sakintos vlog. Vandaag de tweede vlog en ja, we gaan lekker veel uit eten, stranden bezoeken en super veel leuke dingen doen. Dus blijf zeker kijken. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijk wel. Dus vergeet me zeker niet te supporten, op die reuze knop te klikken en laten we maar gaan beginnen met een nieuwe vlog. Hoi, goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag, de eerste echte dag in Sakintos. Gisteravond zijn we aangekomen, lekker gegeten, maar ja, vandaag is onze eerste echte dag. Het is nu 8:30, we gaan nu even lekker ontbijten. Ik ben heel erg benieuwd naar het ontbijt hier. Ik heb gewoon even een topje en een broekje aan, slippers. En dan gaan we zo meteen douchen en klaarmaken en zo. Gaan we even een auto huren, alles fixen. Het is volgens mij echt wel super heet. Het is nog een beetje bewolkt, maar dat hoort weg te trekken. Dus nou ja, wij gaan even lekker ontbijten. Jongens, heb ik wat ontbijt gepakt. We hebben yoghurt, wat fruit en wat ja, een soort muesli. Ik heb een lekker koffietje. Ik wilde water pakken, maar toen pakte ik wel de fruit. Is lekker. We zitten lekker hier buiten. Echt top. Ja, jongens, dit is trouwens aan het ontbijt. We hebben hier een paar dingen en hier, daar. Het is wel een beetje aan het einde, dus we hebben nu even dit nog erbij. Maar best wel chill gewoon. Oké, we hebben net even lekker ontbijtje gedaan. We zijn ons nu even omgekleed. En dan gaan we even een auto huren. Denk even naar de supermarkt. We willen vandaag wat strandjes gaan bezoeken die ja, iemand gisteren in het restaurant had aangeraden. En daarvoor willen we ook snorkels gaan kopen. Want het schijnt dus dat je daar schildpadden kan zien waar we dus heen willen. Ik heb dit topje aan van Shein. Dit broekrokje van Comcat Fashion en deze schoen ook van Shein. Nou jongens, we hebben een auto. We hebben een Toyota Aygo. Leuk autootje. Het was €210 of zo voor 7 dagen. Dus ja, op zich prima. En we gingen dus net even praten met zo'n wifi van die tours die ze hier allemaal doen. En zegt, je kan net zo goed gewoon lekker zelf met de auto erheen gaan. Anders zit je in zo'n vieze stinkbus en dan moet je een uur rijden. En als je toch een auto huurt, kan je beter gewoon overal zelf heen rijden. En dan kan je daar gewoon op een boot en dan kan je dat gewoon huren. Of ja, gewoon met zo'n boot daar zeg maar mee. Ja, hier is het. Dus ja, super chill dat we een auto hebben natuurlijk. Dus we kunnen gewoon lekker. Nee, niet hier. Hier niet. Hier niet. Niet? Nee, hier de volgende. Je weet toch wel. Oh, shikati. Maar goed, ja, echt ideaal gewoon dat we een auto hebben. Ik vind het zo chill. Dus ja, vandaag zijn we dus ook van plan naar het zuiden te gaan rijden. Ik denk dat we eerst even boodschappen gaan doen, toch? En dan gaan we denken naar een paar mooie bijtjes op zoek. Heb je nog een flyer gekregen? Ja. Waar dan? Oh, heb je in die tas gedaan, denk ik. Ja, we hebben hier een flyer met alle trips, dingen en zo. Dus nou, helemaal top. Echt, maar eigenlijk moeten we ook dit doen. Ja. Maar dat gaan we gewoon even vanavond even ja, checken. We gaan nu eerst even in die strand, toch? Ja. Het is helemaal niet moeilijk over leeftijd en zo, hè? Ja, ze hebben niet eens. Nee. Ze hebben echt gewoon. Oké, okay, license. Oké, okay, doei. We hebben ook snorkels gekocht. Moet kijken. Wat? Oh my god, dat is zo'n grote tor. Maar ja, echt super chill dus. Dit is dus de auto, helemaal in het rood. Super cute. En ja, we gaan nu. Gaan we eerst even naar de supermarkt? Ja. Kijk hoe groot dit beest is. What the fuck, ouwe. Oké, we hebben net even wat boodschapjes gehad. We hebben even water, rozeetje, bier, chippies. En we hebben dus snorkels gekocht. Dat we ja, schildpadden kunnen zien, hopen we. Dus we gaan zo meteen even met de auto. We gaan nu even spullen pakken en gaan met de auto naar een paar van die strandjes rijden die ons gisteren zijn aangeraden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is echt zo heet, jongen. Het is echt niet normaal. Maar het ziet er zo mooi uit. Check dit, guys. Het is zo heerlijk. Echt love it. En de kamer is lekker cool. Oh, wat heerlijk. Kijk, we hebben ook een koelkastje. Super chill. Ze hebben even lekker water, bier en wijn. Want dus ook ijsklontjes maken, super chill. En wel lekker Cheetos. Waar zijn die anderen nou?
Oh ja, ik heb deze super leuke strandtas van Naked. Echt love it. We hebben hier snorkels dus, wat water en Pringles. En dan gaan we nu lekker rijden, denk ik. Oké, we gaan nu rijden naar Daphne Beach. En het is hier zo mooi. Oh my god, het is zo pretty. Echt zo gaaf. Ik vind het helemaal leuk. Oké, jongens, we zijn even de auto neergezet ergens, want we zijn nu ergens boven. En je hebt hier zo een mooi uitzicht. Check dit. Gewoon, je ziet hier zo serpentels. Mooi baai. Zo mooi. Echt, oh my god. Love it. Helemaal intens gelukkig. Oké, we zijn bij Daphne Beach. We hebben hier een bedje. Ik mocht gewoon gratis liggen, echt super lief. En we gaan even het water in, want het is zo heet. Oh ja. Oké, we gingen net even het water in. Het is zo helder. Het is echt niet normaal. Het is hier zo chill. En oh, wat een leven, jongen. Echt, ik ben zo gelukkig. Ik lig hier dus lekker. Mijn petjes. Met de view die je wil hebben. Wat een genieting. Even een potje Uno gedaan en we gaan dus nu snorkelen. Ik ben erg benieuwd of we iets van schildpadden gaan zien of zo. En ik hoop ook. Ja, nee, wat ik wil zeggen is. Ik had echt een GoPro of zo moeten meenemen. Echt stom, maar ja. Ook weer van geleerd. Nou, jongens, we gingen net snorkelen. Het was echt super, super mooi. Het was echt zo helder water. Zeg, allemaal vissen en zo. Dus dat is wel heel leuk. We hebben geen schildpadden gezien. Maar dat moet misschien op een andere beach. En toen gingen we maar zo teruglopen over stenen. En toen had ik mijn voet opengehaald. Echt zo irritant. Dus nu zit er een snee in mijn voet. Echt onder aan mijn voet. Dus vandaag zwemmen gaat het niet meer worden helaas. Maar we hebben het even ontsmet met... Nou, even schoonmaken met water. Ontsmet met jodium. En zit nu even in een verbandje, zodat het niet vuil kan worden. Maar wat een gezeik. De vakantie begint meteen alweer goed. We hebben net heel goed in de zon gelegen. We zitten hier echt op een super mooi plekje. Lekker aan het strand. En dan gaan we even lunchen. Het is 3 uur of zo. En ik denk dat ik een mosselpasta ga nemen. Lekker man. Ik heb weer allemaal lekker vis en zo. Echt top hier. Doe maar. Mooie mijn lippenstift. Van de dip. Oh my god, guys. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Ik heb lekker dus een mosselpasta. Dus dan heeft een zalmpasta. Oh, wat lekker dit. En we hebben een heerlijk uitzicht. Jongens, nee. Dit is echt niet grappig. Dit is zo heet. Oh my god, we zitten in de auto. En die airco, dat werkt ook gewoon niet. Het is koud, maar het is niet koud. Fucking heel mijn, oh my god, ik moet gewoon even in de sauna zitten. Dit is gewoon een sauna. Holy shit, en je raam open, dat werkt natuurlijk ook voor geen hond. Oké, we gaan nu even zwemmen. In ieder geval, ik kan niet zwemmen, want ik zit mijn voet. We hebben net even naar de wond gekeken, maar hij is wel een soort van dicht. Maar ja, ik ga maar nog niet zwemmen, want dat mag niet van Stan. Nee, Stan, die zegt het niet van. Ik ga maar niet zwemmen, want anders wordt het weer helemaal open wond. Maar ze hebben wel een soort zwembad met een laag stukje water. Misschien gaan we daar even in liggen. We hebben net lekker gezwommen. Ik heb nu even lekker een rozeetje gepakt. Stan pakt even lekker een biertje. En dan gaan we even jatseën. En dan gaan we zo meteen lekker douchen. Heerlijk douchen. Ik weet nog niet hoe ik dat ga doen met mijn voeten. Maar dat ga ik maar even zien. Omkleden, opmaken. En dan gaan we lekker uit eten bij een heel romantisch restaurant. Blijkt dus. Bij Peppermint in Argassi. Waar we zitten. Het schijnt heel lekker en een beetje leuk romantisch restaurantje zijn. Dus daar gaan we lekker heen. Maar we gaan denk ik echt pas laat. Want we hebben nu nog niet echt honger, jij. En mijn pas, die pasta op. Oké, ik heb net even lekker gedoucht. Ik heb nu deze hele leuke jurk aan. Echt love it. Ik wilde hem eigenlijk leuk met hakken aan, maar dat gaat dus nu niet door mijn voet. Het ziet er ook niet uit.
Ik heb het nu met deze schoenen aan. Het is niet echt heel erg fancy, maar ja, het kan niet anders. En ik ga hem eventjes opmaken. Alright, ik heb hem eventjes opgemaakt. En ja, ik heb gewoon een jurkje dus aan en die schoenen erbij, want ik kan niet echt andere schoenen aan. En ja, we gaan naar een heel leuk restaurantje, maar het is hier echt op loopafstand. Dus dat is super chill en ik zweet me dood hier, dus ik moet echt airco aan. Jongens, we hebben lekker voorgerechten besteld. We hebben zalm, lijfjes en een soort gefrituurde rolls. Ik weet niet wat dit is. We kregen net ook allemaal gratis dingen. Echt zo lekker en leuk. We zitten dus bij Peppermint restaurant. Super schattig. Oh, jongens, lekker man. Ik heb een heel hooggerecht met alle soorten vis. En het is echt één ding. Het eten is er zo snel. We hebben echt nog niet eens voorgerecht op. En dit stond er gewoon al. Echt bizar. Nou jongens, we zijn weer terug in ons hotel. Ik ben helemaal lekker gestoken bij mijn voeten. De wond zit ook nog steeds in mijn voet. Zo ziet het eruit. Ja, het is niet heel diep, maar het doet wel pijn. En het is wel nog een beetje open, dus ik ga vannacht gewoon met mijn voet los slapen. Zodat het goed kan drogen. En dan hopelijk dat ik morgen weer kan zwemmen. Ik ben echt super moe. Ik weet echt niet hoe het komt. Maar ik ben zo moe. Het is nu 11:30. Nou, echt bizar. Normaal ben ik echt zo niet moe om 11:30. Maar het is gewoon net dat je hier echt veel doet. Morgenochtend wil ik ook gewoon weer een beetje op tijd opstaan. En als het kan dus zwemmen. En dan ontbijten. Ik heb echt een opgeblazen buik van hier tot Afrika. Echt bizar. Gewoon dat we zo van het eten zijn. Ik ben echt helemaal zat. We zijn ook zo van het uitgeven. Het slaat echt nergens op. Maar ja, weet je. Hoort er ook bij. Maar goed, ja. Nu lekker slapen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn net wakker. Het is 9 uur al. Holy shit. Ik ben eigenlijk al sinds 8 uur wakker. Maar oké. Even omgekleed. Mijn voet gaat al een stukje beter. Dus wel wat dichter. Dus ik denk dat ik vanavond of vanmiddag wel even kan zwemmen in de zee. We gaan nu even naar het ontbijt. Maar ik heb het totaal geen honger. Dus ik neem niet alleen even een koffietje. Ik heb dit superleuke jumpsuitje aan. Van Naked. Ik zeg maar van Shein. Gewoon even slippers. Dus ja, we gaan nu even naar het ontbijt. En dan gaan we vandaag zwemmen bij Banana Beach, denk ik. En daarna gaan we rond een uur 4. Willen we echt naar Sacramento-stad gaan. Schijnt ook heel erg leuk daar in de avond te zijn. Dus wellicht kunnen we daar nog ergens naar een barretje en naar een drankje doen en zo. Helemaal leuk. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Nou jongens, we zitten lekker buiten. Het ontbijt, ik had alleen even zo morgen. Beetje fruit genomen. Ik zit hier echt heerlijk. Aan de zee gewoon. Echt super lekker. Ik hoop dat het even wat beter gaat met mijn voet. En dat ik ook kan gaan lopen. Want dit is zo irritant. Nou, we hebben net even lekker ontbeten. We hadden er niet zoveel op. Gewoon een beetje fruit. Standaard een beetje yoghurt erbij. Want we merkten gisteravond dat we gewoon ons niet lekker voelden. Omdat we gewoon ja, zo'n opgeblazen gevoel hadden. Terwijl zoveel eten we niet eens echt. Maar omdat je... Ja, het is gewoon zo heet. Je hebt echt veel minder trek. Je zit super snel vol. Dus ja, we voelden ons gewoon echt niet lekker bij al wat te eten. Dus we hebben nu gewoon lekker gezond even wat genomen. Dit is niet onze kamer. Oh baby. Maar we gaan nu even ons omkleden. En dan gaan we naar Banana Beach. En het schijnt dus dat je er ook allemaal leuke, vet leuke beachclubs hebt. Dus dat is ook heel erg leuk. Ik heb trouwens deze vet leuke bikini aan van Savoel. Hij zit niet helemaal goed, maar hier zit het bandje zo achter. Ik heb er gewoon een soort simpel broekje bij, want het broekje wat hierbij zat... Nou jongens, dat is echt niet normaal. Er zat echt één zo'n driehoekje hier en dan, je hele kut kwam er gewoon zo wat uit. Dus nou, dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb nu deze gewoon aan en dit super leuke jumpsuitje dus. En ik ga even kijken. Ik hou gewoon mijn slippers aan, denk ik. Ik twijfel nog of ik van die waterschoentjes ga kopen. Maar ik denk dat, ja, dat doe ik eerder morgen of zo. Want het heeft nu toch geen zin met die hond. En we gaan dus naar Banana Beach. Dus we gaan de spullen pakken en dan gaan we. Nou jongens, we zijn nu dus bij Banana Beach. Super cute.
Hier heb je dus ook allemaal leuke strandtenten schijnt. Je hebt hier lekker overdekte parkeerplekken. En ja, we gaan hier even kijken wat het een beetje leuk is om te liggen. De jongens hebben echt heerlijke bedjes gehuurd. Hier op Banana Beach. Het is echt een superleuke beachclub. Daarboven is ook echt een hele leuke strandtent. Zo ziet het eruit. Ik kan even niet filmen door de route, maar we kregen dus ook een fles water erbij. En Prosecco, dus dat is ook heel chill. We zitten echt gewoon lekker aan het strand. Dus dat is helemaal top. En ik ga dit even van mijn voet halen en dan in het zoute water. Ik denk dat het wel goed is. Nou jongens, we zijn net even in het water geweest. Het is hier echt zo heerlijk. We gaan hier denk ik zo meteen ook wat eten bestellen. Want je kan hier dus gewoon eten. Ging het ook even Unoa. Helemaal top. Helemaal genieten. En ik hoop dat we weer even lekker een beetje bruin worden. Ook wel een beetje honger, dus ik denk dat we zo even wat eten gaan bestellen. We hebben een lekker proseccootje met een soort smaakje of zo. Dat hadden we dus gekregen. Lekker fles water in de schaduw, denk ik even. Dat is wel handig, ja. Hier. Zo. En we hebben eten besteld. Ik heb een Caesar tortilla en Stan heeft een club sandwich met kip. En ja, we zijn lekker aan het genieten. Het is echt bizar chill hier. Echt niet normaal. Echt een aanrader, Banana Beach. Wij zitten dus bij deze club Casa Playa, volgens mij heet het. Lekker jongen, we hebben het eten. Ze heeft lekker een club sandwich dus. En ik heb een wrapje. Echt, oh wat top dit. Helemaal genieten. Okay, we hebben net weer even lekker gezwommen. En we hebben nu even dit ding dus dicht gedaan. Want het wordt wel een beetje heet. Hoe laat is het eigenlijk? Zo 2:30. Tot 2:30. De tijd gaat zo snel. En het is zo lekker hier, jongen. Ik ben echt aan het genieten. We gaan even een potje Uno doen. En we zijn dus aan het bijhouden in de hele vakantie. Wie het meest wint. En ik sta nu echt dik voor met 7-3 of 8-3. I'm the Uno Queen. Oké, jongens, we zitten weer in de auto. Het was echt zo leuk daar. Ik vond het echt zo'n chill strand. Ik heb echt heerlijk op zo'n bedje gelegen. Het was echt top. Lekker eten, service, komt allemaal brengen en weet ik het allemaal. Heel erg leuk. Dus stel, en je hebt daarboven ook echt een superleuk beachclub. Maar daar zijn we niet geweest. Maar ja, stel, we hebben nog een keer een dag over dat we denken, we weten niet wat we kunnen doen. Gaan we sowieso hierheen terug. En we gaan nu even lekker een duik nemen in het zwembad. En dan een beetje douchen, omkleden. En dan gaan we dus naar Chiquito's stad. Lijkt me ook echt heel erg leuk. Oké, ik heb me net even gedoucht. Ik heb me opgemaakt. Stan en ik zijn echt zo bruin geworden. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar we zijn echt niet normaal bruin geworden in één dag. Het was ook 38 graden. Dat was echt niet normaal. Maar ik heb dus hetzelfde jumpsuitje aan. En met schoenen, want we gaan er even lopen. Deze heeft super schattige achterkant. Heel veel jurkjes die ik aan heb zijn van een Shein shoplog. Een summer Shein shoplog die online staat. Dus wil je alle jurkjes checken, de maat weten en linkjes hebben, dan moet je even die video checken. Ik heb even een taxi gebeld, want het is zaterdag. En Stan en ik gaan altijd uit op zaterdag. Dus we willen vanavond ook gewoon even gaan zuipen. Misschien een barretje op gaan zoeken. Gewoon even leuk. We zien het wel. Dus we gaan even met de taxi erheen. En ja, echt super zin. We gaan natuurlijk ook even wat eten. Niet zoveel eten zoals gisteren, want oh my god, het voelt ons echt niet goed. Maar ja, helemaal leuk. En het waait echt zo hard opeens. Het is echt niet normaal. Waar wij waren op het strand, waait het helemaal niet. En hier waait het opeens echt ziek en ziek hard. Maar ja, daardoor was het wel wat beter het auto houden. Want net gingen we nog even zwemmen in het zwembad en even naast het zwembad liggen. Dus ja. Oké, we zijn nu in Chiquito's stad. We zijn nu even aan het lopen naar de winkelstraat. In ieder geval, dat hebben we even opgezocht. Want ja, we kennen hier natuurlijk helemaal niet weg. Maar het is echt bloed en bloedheet hier. Maar ja, we gaan hier even een beetje rondjes lopen. Even kijken hoe het eruit ziet allemaal. En we willen hier ook nog een hapje gaan eten. En misschien een barretje opzoeken als dat er is. Dus ik ben heel erg benieuwd. We zitten al een tijdje bij een echt super leuk restaurant. Ik kan hier zo'n sushi eten. We hebben lekker sushi besteld. Super zin in. En ja, het ziet er eigenlijk gewoon echt top. Oh my god, jongens, we hebben het eten. Kijk hoe lekker dit er allemaal uitziet. Echt genieten.
hebben net bij zo'n leuk restaurant gegeten. Echt niet normaal. Het was zo lekker. Ben ik wel schaar? Het was zo lekker. En sushi. En ze hadden allemaal lekker carpaccio. En allemaal lekkere dingen. Lekker. We hebben echt 2 flessen wijn op en cocktails. Echt, oh my lord. En we willen nu naar een bar gaan en verder gaan drinken. Maar ja, weet je, het is gewoon zaterdag. We hadden nog gevraagd of je clubs hadden, maar ze hadden dus geen clubs. En Stan staat me echt aan te kijken. Hoi. En dit scherm die valt eraf. Ik zweer het. Dat is echt normaal. Oh, de taxi is er. Zeker? Ik zei het toch? Ja, dat is hem. Kom. Dit is hem. Oh my god. Ik val gewoon bijna. Stan boeit het niet. Maakt niet uit, maakt niet uit. Gas, ik viel bijna. Hallo. Yes. Hallo, good evening. Ik viel gewoon bijna. Oh, is die best? Ik viel gewoon even de stoep. Nou ja, in ieder geval... Het was echt topavond. Het was zo lekker en zo leuk. Maar wel heet. Het is gewoon nog steeds 30 graden. Ik ga helemaal stuk. Ja, ik ga helemaal stuk. Ik ga gewoon helemaal bed. Kijk Stan, kijk dit scherm. Dat is niet bed. Hey, lekker, het raam gaat open. We hebben er nu dus een... Kijk hoe leuk het hier is. Die bar. Stan die wil naar een bar. We gaan naar een bar. No, we just ate at the... What is it called? Weet ik niet. Oh. Ik weet niet hoe het heet. We don't know the name. It was very good with sushi and... I don't know. Oké, jongens. Het is inmiddels 1:15. We hebben net... de hele tijd echt bij een superleuke bar gezeten. Echt cocktails gedronken. Zo goedkoop. Echt niet normaal. Waarom hebben we het niet eerder uitgevonden? We zaten echt bij een tent. Stan moet lachen. Net zaten we bij een tent. Zijn mensen kind of stad. Duur. Ja, Stan heeft lekker voetbal gekeken. Dat vind ik natuurlijk weer leuk. Oh my god, ik ga bijna op mijn mel. Ik heb wel steeds pijn aan mijn voet hoor. Zullen we naar het hotel aan het lopen? We zijn over 1 minuut. Lekker naar het hotel, lekker slapen. Morgen willen we ook uitslapen, dus morgen is trouwens weer een nieuwe vlog. Morgen is een nieuwe vlog. Ik ben helemaal niet scherp. Nu ben ik scherp. Ja, morgen is een nieuwe vlog. Ik doe om de 2 dagen. Dus we zijn al voorbij het hotel gelopen. Ik ga zo. Nou, en lekker koekjes gedronken. Heerlijk. We gaan nu naar het hotel lopen. Zijn we er al? Oh, oh my god. Loopt daar gewoon een hond. Helemaal eens eentje. Godverdamme. Heel eng. Ik vind enge dieren vind heel eng. Maar in ieder geval, ik vond het echt zo'n leuke dag. We hebben lekker gechilled. Zo lekker gegeten. Echt niet normaal. Echt een aanrader waar we hebben gegeten. En ja, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Nou, ik weet het allemaal wel. Hoi.nl. Joe!